2-0, mijne dames en heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren, ja, ja, je moet gewoon doen. Ja, Ajaxie, daar zijn we weer met een nieuwe editie van de Ajax Live podcast. Vorige week kondigden we hem al een beetje aan. Maar toen zeiden we nog, ja, er moet wel genoeg gesprekstof zijn om die hele podcast te gaan vullen. Dus we dachten deze week, waar gaan we het zo al over hebben? Maar ja, daar uh, kwam vandaag verandering in. Want er is nogal wat onrust, nogal wat nieuws rondom Dusan Tadic. En dus hebben we hier uh, vandaag ook uh, bij ons aan tafel Sander Zelderijk. Uh, Collega, maar ook auteur van het boek uh, Taric Ultieme Proef. Prof. Welkom, uh, Sander. Goedemiddag. Goedemiddag. Vaste co-host Roy, ook Dag, welkom. Ja, we, we zeiden het al. We twijfelden van moeten we de microfoons aanslingeren. Wel goed voor de consistentie van de podcast. Maar vandaag uh, werd eigenlijk duidelijk, we hebben genoeg gesprekstoffen. Ja, eigenlijk wel toch? Waar we, we, zullen we beginnen? Telef ja. telefoon in de gaten houden maar. Want uh, ik heb het idee ja. dat er elk moment uh, nieuws, wel, kan komen. nieuws kan gaan komen. En, uh, ik, ben, ik, ben, ik was een beetje in de war gewoon de laatste paar uur. Gisteravond zei ik dat het bij mij al een paar berichten is door via Via allemaal hoor. Ik wil ook meteen uh, vanaf het begin even benadrukken dat ik de hoofdpersonen zelf uh, nog niet aan de lijn heb gekregen. Die zijn uh, druk aan het onderhandelen, denk ik. Um, maar uh, wat je ook al zegt, er wordt nu zo duidelijk uh, geschreven naar een bepaalde uh, constructie. Dat, dat het een, een tijdperk gaat eindigen, heet dat? He? Ja, Roy? zo voelt het wel. Nee, ja. klopt. Je zag net nog ergens op de socials de foto uh, voorbij komen van het team, het Dream Team uit 2019, waar hij nog uh, de laatste in was. En uh, ja, we mogen al in de, dat in de verleden tijd gaan praten, want dat die weggaat lijkt me duidelijk. Het is alleen de vraag of dat de achterdeur, de zijdeur of de voordeur wordt. Laten we hopen het laatste. Um, ja, nou ja, of eigenlijk laten we hopen dat hij blijft. Maar dat, dat lijkt niet meer heel reëel te zijn. Nee, want om de situatie even te duiden. Het moment van opname nu is er nog niet een definitieve klap ergens uh, opgegeven. Uh, maar eigenlijk alle die wijzen erna dat het daar iets op weg is naar de uitgang. En dat het een kwestie van tijd is. Totdat club en speler tot een akkoord komen over ja, ontbinding van contracten. Wellicht een kleine dat is allemaal nog een beetje onduidelijk. Maar het ziet er in ieder geval uit, nou, uit dat Tadic uh, ja, Amsterdam gaat verlaten. En dan is toch eigenlijk de, de hoofdvraag die bij mij als allereerste opkomt: wat drijft Tadic naar de uitgang? Wat is nou de hoofdreden voor deze beslissing? Dat is voor ons natuurlijk een beetje gissen. Uh, er komt op internet heel veel voorbij. Wat zegt jullie gevoel? Nou ja, dat uh, Tadic uh, ontevreden is met uh, de aankopen die tot nu toe gedaan zijn de vertrekken van bepaalde spelers die er ongetwijfeld nog gaan komen. Ik bedoel, we wachten al week lang op dat Timber uh, definitief uh, bij Arsenal uh, gepresenteerd wordt. We voelen allemaal al ons steewater aan dat Alvarez en Kudus op de nominatie staan om ook te vertrekken. En dat wat er voor terugkomt is tot nu toe in de ogen van Tadic en denk ook van ons als supporters, ja vooralsnog uh, karig, laten we, het, uh, laten we het zo maar even zeggen. En uh, ja, hij uh, heeft daar zorgen bij. Als winnaar zijnde en als aanvoerder en degene die Ajax naar een hoger plan wil uh, tillen. Uh, dat is te begrijpen, denk ik. Uh, aan de andere kant denk ik dat Tadic zelf ook zal moeten begrijpen in wat voor uh, situatie Ajax zit. Uh, dat het niet meer zo is als in 2018-19. De situatie is aan alle kanten van Ajax uh, ja, omgekeerd, eigenlijk naar het negatieve. En dit kon er ook nog wel bij. Uh, voor ons als supporters is het wel weer even. Uh, ja, ja, pijnlijk. Ja. Ook, maar je kan het dan ook ja. op twee manieren eigenlijk uitleggen. Want aan de ene kant kan je zeggen: nou, begrijpelijk dat daar iets misschien zo naar die situatie kijkt. En dan kan je zeggen: het is een mooi gebaar dat als hij dan uh, vertrekt, dat er een behoorlijke salarispost vrijkomt. Die je misschien kan investeren in een andere speler. Tegelijkertijd kan je ook zeggen: juist als het voor de club nu moeilijk is om veel kwaliteit aan te. Trekken en hij blijkt uit de statistieken dat hij nog steeds de, de meest waardevolle speler van de Eredivisie is. Ja, dan heeft Ajax hem juist hard nodig. Waarom dit kan uitgelegd worden vanuit precies die uh, opvattingen. Um, je kan daar nuances aan hangen, je kan heel wild om je heen gaan slaan. Alles uh, is op dit moment van opnemen, inderdaad, nu nog uh, uh, van toepassing. Dus je, je, ja. Iedereen ja. heeft gelijk als hij zegt: uh, uh, Tad iets zie je wel, uh, zakken vullen, hij is ontevreden. Iedereen heeft ook gelijk als ze zeggen: misliep dat, wat doe je nou, waarom laat je Tad iets gaan? En als je de nuance een beetje in het midden zoekt, heb je ook gelijk. Want het kan wel eens zo zijn dat Tad iets op het bankje terechtkomt uh, dit, dit ja. jaar. Dat wil hij niet. Hij wil ergens anders nog de belangrijke man zijn. En wellicht kan dat niet meer bij Ajax. Ja, en dan um, is het eigenlijk helemaal niet zo raar dat iemand zijn hel in het buitenland zoekt. Maar die Gert nuance, daar zijn we volgens mij allemaal nog niet zo aan toe. Nee. Maar als ik dan naar jou kijk, Sander, jij hebt uh, Tadis natuurlijk ook al uh, wat vaker gesproken, onder meer dan voor het boek. Uh, ja. Als je naar zijn karakter kijkt, is hij dan ook een type dat als hij misschien voelt aankomen van ik ga minder speelminuten krijgen, dat hij dat voor wil zijn? Ja, dat ook. En ik, ik heb nog even in het boek ook teruggebladerd, want het is alweer een tijdje geleden dat het verscheen, uh, vorig jaar. Uh, ook niet zo'n denderend seizoen trouwens, maar... Hij is een winnaar, wat Roy heeft uitgelegd, maar hij is ook een type dat uh, de organisatie, de structuur, het moet top zijn. En uh, topsport is hard, is ook heel egoïstisch, trouwens, op, uh, op het hoogste niveau. En klaarblijkelijk is het bij Ajax, het verhaal, niet overtuigend genoeg voor hem om te zeggen: van daar zie ik heil in. Het tweede deel is dat er inderdaad een kans bestaat, want dat is gewoon normaal. Hij wordt een dagje ouder en dat zagen we vorig jaar ook al... ondanks die prima statistieken inderdaad... dat hij minder minuten zal gaan maken. Ik bedoel, uh, laten we wel wezen... we zijn ook allemaal wel benieuwd naar Mika Gods dit jaar. Zonder Zeker. die jongen veel druk op te willen leggen. Maar dat is wel waar Ajax voor staat ook. Dan is de vervolgvraag... Uh, hoe uitgebreid heeft hij met Maurice Stijn gesproken? Dat weet ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat Stijn... die is ook niet gek, die ziet die statistieken... die vindt hem de leider van Ajax. Hij weet dat het de aanvoerder is... Um, maar ook een aanvoerder kan je op de bank zetten en laten invallen. Bij Sparta heeft hij dat ook gedaan met Oude En als die er weer in kwam, kreeg hij de band weer om. Ja, dat had je met daar iets ook kunnen doen. En de, en je, de... je hebt afgelopen seizoen al een paar keer het idee gehad. Zonder dat je dat hardop wil uitspreken, wordt daar iets niet te belangrijk gemaakt. Ja, het is een voorbeeld voor de rest. Ja, hij is de fitste van allemaal. Dus de statistieken zijn uh, fantastisch. Maar iedereen heeft ook wel eens het gevoel gehad van ja. Het wordt nu wel een tijd uh, om een keer te wisselen. En je wist van, oké, okay, een wissel kan bij Tadic zomaar leiden tot een, uh, een conflict en, uh, enzovoort. Waar het ja, nu even uh, naartoe dreigt te gaan uh, lopen. Hoewel, uh, nou ja, goed, het laatste nieuws uh, voordat we op gingen nemen was... dat beide partijen in ieder geval ge uh, genegen zijn uh, het zo op te lossen... dat, dat die door de voordeur naar buiten kan, een mooi afscheid misschien... of met mooie woorden uh, ze uit elkaar gaan... Ja, goed, uh, onderaan de streep schieten wij als supporters er niks mee op. Daar iets gaat weg. En um, dat is weer een, een kwaliteitsimpuls minder. Nou ja, noem het nog maar. Uh, een ja. kwaliteitsimpuls en, is een ja, beetje uitgedrukt. Nog, gaan, ja, ja. Uh, je, 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 je doet denk ik wel een stap terug, toch? Ja. Uh, je geeft dan ruimte aan anderen als die weg is. En uh, die moeten het gaan laten zien. Maar dat is de, de mistige toekomst die ons alle bevreest op dit moment. Ja. Want niemand weet hoe of wat. Uh, Daar iets. Is de, in mijn ogen wordt niet te belangrijk gemaakt, is gewoon heel belangrijk. Um, maar is inmiddels ook zo'n uh, bijzondere persoonlijkheid. dat ik vrees dat er daar niet zo heel veel van zijn bij Ajax. Uh, yes. Enerzijds kun je zeggen: die gozer die is helemaal maf, want die is totally dedicated. Hè? Yeah. Uh, maar ik heb ook het idee. dat er eigenlijk heel veel mensen naar hem zouden moeten kijken. hoe zij het zouden moeten doen. Met name dan uh, het toekomstverhaal, de jeugdspelers, daar heb je het meeste aan. In de setting waar we nu allemaal van uitgaan. Ja. Want het liefst oh, had ik hem ook nog een jaar gezien. Zou wel zijn zesde jaar zijn in het eerste. Hè? Laten we wel wezen. Uh, hij heeft nergens anders zo lang gespeeld in zijn loopbaan. Um, maar het totaalplaatje is nu gewoon. Um, ja, belangrijk. Misschien te belangrijk in jouw ogen. Maar ik denk. Nou, ik denk, denk dat je er wel wat aan verliest hoor. Weet in je. Uh, dit, het maakt de situatie die, er, die al broos was, nog brozer. Nou ja, wat Zan net zegt van die persoonlijkheid. Kijk, ja. je had hier natuurlijk eerst Martinez rondlopen, wat echt wel een, een slaag was en waar wat stond. Uh, Nico Tagia Vigo had dat echt Argentijnse over zich. Uh, mannen waarvan je in ieder geval het gevoel had: als het niet loopt, dan durven ze wel met die vijf op tafel te slaan. En Tadic was voor mijn gevoel een van de laatste in deze selectie die dat, die dat heel erg heb, ja. had. Er zijn Heeft. een paar dingen, als ik nu terugdenk, want dat heb ik de hele dagelijkse zijn in het begin dat ik een beetje verward was door alles wat er gebeurde. Puur een ja. beetje toch. Het is toch een soort beeldbreken met het verleden. En je verwacht het niet. Je wil het eigenlijk liever ook niet. Uh, vorig jaar, weet je wel, dat moment in Volendam, dat hij zelfs staat mee te coachen, was apart. Uh, Napoli thuis, rood. Voor mij heeft hij nog nooit een rode kaart in zijn hele carrière gehad. Vond ik ook bijzonder. Ja. In ieder geval, dus, maar dat dus, zijn scheurtjes. Dus onvrede. Of, ja, 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 onvrede. En, en blijkbaar heb je geen goed verhaal. En dan is het bij hem heel simpel. En hij zal het echt niet op persoonlijke titel bespreken. En die zaak waarnemer, Milos Malenovic... Die heb ik een paar keer ontmoet. Uh, die werkt gewoon hard voor zijn spelers. Um, hij krijgt ook veel kritiek natuurlijk, omdat hij vorig jaar een prominente rol heeft gehad. Um, dat vind ik deels terecht. Aan de andere kant krijgt hij die ruimte ook, of kreeg hij die ruimte om, om daarin te stappen. Hè, van mm -hmm. de beleidsbepalers hier. Maar die mensen die praten met hem, ga ervan uit dat hij echt wel met zijn vrouw erover praat ook. Misschien spelen er wel andere dingen, hè, privé. Bedoel, ze hebben twee keer uh, iets niet zo leuks meegemaakt. In de periode dat ze in de stad wonen. Alles bij elkaar zou het een optelsom zijn. En hij is liefhebber genoeg, maar hij wil ook gewoon prijzen blijven winnen. Overigens maakt dat de situatie natuurlijk wel iets gekker. Dat als een van de argumenten dat het iets weg zou willen, wordt dan aangedragen dat hij niet tevreden zou zijn over de kwaliteit van de huidige selectie. En vinden dat er eerder nu gehandeld moet worden. Maar zijn zaakwaarnemer heeft dus best wel een duit in het zakje gedaan afgelopen zomer. met het aantrekken en het samenstellen van die selectie. Ja, maar die heeft niet gezegd van dit zo gaan we het doen. Nee, dat geloof ik. Dus uiteindelijk daarom, heeft hij dat, eigenlijk het dat inderdaad inderdaad zelf uh, gedaan. Die en en mensen, de, ja. die, die zijn verantwoordelijk, Klaas Jan Hunterlaar, Gerry Amstra, ja. Ja. dat ja. zijn de mensen die daar destijds belangrijk in waren. Maar ik hoor jou net zeggen van voor Tadic, als ik hem een beetje ken als persoon, is het gewoon ook belangrijk dat er inderdaad duidelijkheid is dat er een organisatie staat. Dat, dat je uh, weet dat je om de prijzen meedoet. Daarmee wakkert eigenlijk een beetje de onrust staan. Als Tadic wel ja. het gevoel hebt. Dat ja. het gewoon nou, een zootje in de top is, is misschien iets te hard uitgedrukt. Maar in ieder geval. Uh, dat het er niet helemaal lekker zit. Nou, het verhaal is nu nog niet overtuigend genoeg, klaarblijkelijk. Nee. nee. En uh, ik vind het uh, terecht dat iemand met zijn status uh, de boel op scherp zet. Ja. En uh, zoals ik het ook misschien wel heel terecht vind, dat Sven Michelin dat, uh, met een heel gedegen verhaal uitlegt waarom het niet op die manier gaat. Maar, ja, maar dat, is, manier. dat is het broze eraan. Ja. Want ondanks dat die uitleg van Michelin dat iedere keer hout snijdt. en die, die man alleen maar te betrappen is op uh, ja, een mooie woorden. En een goede uitleg, heldere uitleg. En hij betrekt alle journalisten en IX watchers daarbij. Dat, dat is heel verhelderend. Maar uh, op het moment dat de resultaten zo meteen uh, tegenvallen... dan is het dat die heeft Stijn aangesteld. Dan is het dat die alleen van de bomen... en uh, Tahirovic het nu toe heeft aangesteld. En Tadic heeft laten gaan. Dat komt allemaal terug. Let maar op op het moment dat die uh, resultaten straks minder zijn, uh, waarom moest we, uh, waarom daar iets weg? En nou, weet je, dus wordt er dan op dat moment weer aan die stoelpoten gezaagd van uh, de technisch directeur in de persoon van Mislintat. Dan wordt er gekeken naar uh, de raad van uh, commissarissen met Van Hals die daar zit. Dat wat ook allemaal broos is. Ik herhaal het hier al een paar weken en niet <laughs> dat ik nou het, 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 <laughs> het heb uitgevonden allemaal. Maar je, je, je. je alles is gestoeld op... Uh, je moet maar hopen dat het goed valt. Ja. Maar de kans dat het niet goed valt... is volgens mij vele malen groter. En dan, dan gaat het weer met een hele bezem... Moet, uh, moet overal weer meteen uh, ja, doorheen. Voor de tweede zomer op rijden. En uh, wat natuurlijk ook meespeelt is dan... er moet nu eerst verkocht worden om wat te mogen doen. Nou, hmm. dat, dat, daar kun je van alles van vinden. Maar dat is het beleid wat de beleidsbepalers kiezen. Daar worden ze ook op afgerekend uiteindelijk. Um, wat ik ook nog eens denk is, we hebben het over Kourous en we hebben het over Alvarez en we hebben het over uh, Timber. Nou, Timber is zo goed als rond. Dat duurt alleen heel even. Um, de clubs die daarin geïnteresseerd zijn, spelen in competities, dat weten jullie ook. Jullie lopen ook al lang mee. Die gaan pas aan het einde een beetje kijken wanneer. Die hebben geen haast. Nee. Stijn, die wil hier zo snel mogelijk compleet zijn. Die wil niet achter de feiten aanlopen, die wil knallen. It's die too good to be true, dat hebben we in het verleden ja. al zo vaak gehad. Je kan die wel zeggen, 1 augustus willen we duidelijkheid en ja. dan willen we weten waar we aan toe zijn. Maar, nee, maar als op 31 augustus eigenlijk. nog iemand komt met een zak geld, dan Anthony vorig jaar. Ja. Uh, nou, zo is, bijna elke transferwindow is het wel. Bij Ajax vallen altijd de kruimeltjes ja. nog wel te halen voor die clubs. Ja, precies, maar dit zijn de kruim onze kruimels dit seizoen zijn niet de spelers waar wij bakken met geld voor gaan binnenhalen, denk ik. Ik denk dat Koerus en Alfres, met alle respect bij grote clubs op plek 2 of 3 staan als optie ja. voor iets. Ja, uh, en dat is, maar dat Ajax is natuurlijk niet. best schrijnend... als je bedenkt dat er vorig jaar meer dan 100 miljoen is uitgegeven... en dat je nu oh. dus eigenlijk met een selectie zit... waarvan we allemaal de conclusie trekken... dit zijn geen jongens die dusdanige bedragen waard zijn waarschijnlijk. Nee, en, en uh, ja, we hebben veel geld uitgegeven... maar bedragen stijgen in de, in de tijd waarin we leven... en je hebt nog meer binnengeharkt. Dat vind ik altijd wel de nuance. Ja. Maar het is, ja, het is veel geld, eens. Um, daar, daarom vind ik het ook het, het argument van... Um, want zo wordt natuurlijk neergezet... omdat we via de voordeur willen dat daar iets weggaat. Met uh, het inleveren van het salaris... of het vrijkomen van zijn jaarsalaris kun je meer... Ja, ik weet niet waar dat in gaat zitten, hoor. Hè? Stel dat het be bedrag klopt van 6,5 miljoen euro bruto. Ja. Wat, wat ga je daar extra mee doen? Ja. Ga je geen spelen van kopen, van het niveau wat, waar we beter van worden? Ga je je er gaat het meer stichten, misschien. Ja, dus ik vind, dat, eh, dat vind ik, vind ik lastig. Um. maar daar komt dan ook bij zoals jij zegt van, uh, de, de taar, ik vind het wel sterk dat Tadi zoals persoonlijkheid dan misschien met zijn vijf op tafel slaat uh, ja. uh, dan had je nog wel misschien naar een oplossing kunnen zoeken waarbij je met je vijf op tafel slaat maar niet meteen een breuk hebt ja, maar dat is ook speculeren. De insteek kan best zijn we bluffpoken een beetje en we, ja. we kijken hoe, hoe erop gereageerd wordt. En ja. misschien is Michelin dat wel ijzersterk. En zo ja. Over dit Sorry. soort dingen kan je op verschillende manieren kan je naar kijken. Ja. Ik heb ook bij mij is ook wel even de gedachte door mijn hoofd geschoten dat ik het een beetje een verwend ventje vond. Ronaldo heeft dat ook een beetje, weet je wel? Dan ja. is meneer weer ontevreden, terwijl die bakken met geld binnenharkt. En meneer is ontevreden en die gaat meteen uh, dreigen met vertrekken. Maar ja. daar staat iets veel te veel vind ik clubman voor. Dus ja. Oh. gelukkig denk ik uh, daar drie minuten later alweer iets anders over. En probeer je daar een beetje nuance in te vinden. Of ja, ook wel tadisch te begrijpen met uh, nou, waarom die uh, ontevreden is. En, 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 en eigenlijk nu zijn uh, ja, hel nog ergens anders wil zoeken. Nee, eigenlijk verwoordt hij gewoon denk ik, een beetje hetzelfde gevoel wat onder veel supporters leeft momenteel. Um, ja, maar ook de supporters zijn het lang niet altijd met elkaar eens als het gaat om uh, heeft Tadic gelijk of heeft het beleid Ajax van Mislin Tad en uh, Lendering die op de centjes moet uh, letten nee, gelijk door bijvoorbeeld weer een, nou, het lijkt wel een soort koerswijziging um, sinds nou ja, de, het salarisplafond eigenlijk oneindig hoog is geworden, omdat weer... Uh, terug in normale proporties te brengen, omdat we dit jaar geen Champions League spelen. Dus we kunnen geen spelers meer beloftes uh, uh, doen om ze voor 6 miljoen per jaar binnen te harken en ook nog eens een transfersom uit te geven, wat niet altijd garantie is voor uh, succes. We hebben, vorig jaar zomer hebben we Bergwijn gehaald voor 34 miljoen. Nou, dat hebben we er allemaal niet in afgezien. Dus het is niet gezegd dat als je een speler voor heel veel geld naar Ajax haalt, dat dat per se meteen een succes wordt. Nee, en dus wordt er wordt ingezet op spelers die ja, transfervrij zijn. Of, uh... ja. en, en nog even terugkomend op iets, uh, Toen ik voor het boek met, met onder andere die Milos Malenovic heb ik echt ruim lang gezeten. Um, hij heeft nooit primair voor de bakken met geld gekozen. Hij kon op een gegeven moment naar China. Daar kon hij echt belachelijk veel geld per jaar verdienen. Heeft hij niet gedaan. Primair wil hij naar een goede organisatie waar hij kan voetballen om prijzen die hij niet heeft gewonnen. En ja, uiteindelijk heeft hij een prijskaartje en bij eigenlijk een goede deal bedongen. Maar hij is ook voor weinig gekocht uit een vaste clausule voor 10 miljoen. Ja. Dus daarom was het destijds best knap van Mark Overmars en al die andere mensen die dat wisten. Alle puzzelstukjes vielen bij elkaar, waardoor hij goedkoop hierheen kwam. Uh, wat jij net zei, het beleid werd inderdaad uh, meer risicovol, eigenlijk meer betalen. Uh, dat pakt er geweldig uit. Dat weten we allemaal wel. Hoeven we niet nog een keer te herhalen. Maar nu kan ik me niet voorstellen dat hij voor een andere club gaat. waar hij bijvoorbeeld meer geld kan verdienen. Um, wellicht word ik keihard om mijn oren geslagen. en door de actualiteit al ingehaald als dit verschijnt. Maar waarom zou hij naar Saoedi-Arabië gaan zoals een Cristiano Ronaldo? Dat, dat zou zo. Afwijken met hoe hij zijn hele carrière heeft meegemaakt. Bij ja, toch? ja, dat waren de, de, de geruchten uit het buitenland. Ja, nou ja bij Siktas, uh, misschien gaat hij wel een jaartje bij Antwerpen voetballen. Die speelt de Champions League voor Het <laughs> zou wel eens zijn. hij ja. is goed met overmars. Met overmars ja. uh, hij Jezus. speelt in een, in een competitie, met alle respect, is van een iets minder niveau dan de eredivisie, denk ik. Ja, zeg ik ja, even op eigen titel. Ook. kan niet de grote man zijn. Uh. Kan je nog steeds, want dat is wat hij wil. Hij wil blijven voetballen als liefhebber. Hij wil belangrijk zijn. Hij wil ook zich belangrijk voelen. Um, Salaris inleveren, denk ik, uh, vertaalt hij als een uh, gebrek aan respect. Dit is de deal die we hebben gemaakt. Zo blijven we het doen. En uh, als er weer gesproken moet worden over iets nieuws, kun je altijd nog daarover praten. Maar tussentijds daarover praten, denk maar ik. Maar ligt dat op tafel, dat hij salaris zou moeten inleveren? Ik meende dat wel ergens gelezen ja. te hebben. Ik, uh, als dat zo is, dan denk ik niet dat, dat dat. Dat wordt door hem, denk ik, als een teken van. Die respect gezien. Maar het enige wat ik uh, dan vreemd vind aan het verhaal is dat uh, nu dan wordt gesproken over uh, het ontbinden van het contract, waarbij er dan wat meningsverschillen zouden zitten, dat Ajax zegt van ja, misschien een kleine afkoopsom. En precies dat is een punt dat ik denk, ja, waarom inderdaad ontbinden contract? Stel dat er wel een Besiktas of, uh, uh, of een Belgische club of noem het uh, in hem geïnteresseerd is, dan zou je toch ook voor een spelersstadie dan gewoon een, een transfersom nog moeten nou, kunnen Volgens mij vragen. is dat ook hetgeen wat ik het laatst las voordat we dit gingen opnemen, ja. dat dat een Part of the deal is van het door de voordeur vertrekken. Ja. Dus Ajax doet water bij de wijn om hem uh, ja, zijn contract zeg maar, te ontbinden. Maar Ajax verlangt ook wel iets terug op het moment dat hij binnen een uh, bepaalde termijn een nieuwe club vindt. Dat Ajax dan alsnog een transfersom uh, ontvangt. Of ja. heb ik dat uh, niet nee, goed dat kan, dat kan. Het gaat zo hak op de tak vandaag. Uh, het kan ook zo zijn dat hij nu wel... Uh, want laten we wel zijn, toen China kwam in zijn carrière. Toen was hij denk ik, uh, nou moet ik even heel snel gaan rekenen. Het was na twee, twee jaar Engeland, dus dat hebben we het al over, nou, bijna negen, acht, negen jaar geleden. Dan zit je er nog wel wat anders in dan nu, als uh, bijna 35-jarige voetballer. Um, dus dat zou. Want ik zat nog even na te denken: hè, hou je dat je hele tijd vol? Wat doe je als je nu wel zo'n aanbod krijgt? Want laten we wel wezen, Saoedi-Arabië. Uh, uh, die, die zetten echt in op grote namen halen nu. Uh, dat, dan zou dat een overweging zijn om het nu wel te doen, misschien. Maar dat blijft speculeren. Ik vind het. Uh, ik vind het moeilijk. Maar hij is in mijn optiek uh, niet iemand die het primair voor het geld doet. Nou ja, ja dat, dat, dat is mooi. Uh, dan, dan zal hij het doen om uh, de prestige en het, uh, het, uh, het, het belangrijk zijn, zeg maar, uh, voor, een, uh, voor een team. Ja, willen voetballen gewoon, denk ik. Ik moest nog even denken, we hebben natuurlijk uh, als supporters zijn de Tadic allemaal hoog zitten. En vinden allemaal dat hij een heel erg belangrijke stempel heeft gedrukt op uh, het nieuwe Ajax, zeg maar. En je zag ook dat Ajax... Uh, en met de lancering van de shirts onder andere, kiezen ze natuurlijk altijd voor zekerheidjes. Hè? Spelers die, ja, ja. Uh, die zeker dit seizoen nog bij Ajax spelen, uh, die laten ze in zo'n shirt uh, zichzelf presenteren. Dus iedereen die nu een uh, shirt heeft uh, gekocht met Tadi's achterop, daar moest ik even aan denken vanmiddag. Uh, ja, nou, uh, absoluut. Ja. Ja, ik, li ik liep uh, van mijn auto naar kantoor langs de fanshop inderdaad. En ik, ik moest toch even een foto maken, want je ziet Doezan heel groot en... Op Twitter ging dat niet helemaal goed, want ik had Johan Cruijff, het beeld van Cruijff stond ervoor, dus ik had ze allebei op één foto. Daarmee wilde ik ze niet met elkaar vergelijken, helemaal niet. Maar het was meer van, ja shit man, hij staat het zo prominent, zo belangrijk. Het gaat gewoon stoppen, weet je. Ja, ik vond dat... De laatste berichten waren natuurlijk ook dat, uh, dat ze er vooral goed met elkaar willen uitkomen. Wat jij al zei, voor een vertrek door de voordeur. Maar mede ook, uh, omdat natuurlijk er afspraken waren gemaakt dat hij uh, na zijn actieve carrière als speler wellicht nog in een trainersrol aan Ajax verbonden uh, zou blijven. En uh, nu werd gezegd van nou, dan gaat hij misschien nu naar een andere club. Maar als hij door de voordeur vertrekt, houden we in ieder geval die deur Hopen dat hij in de toekomst nog terug kan keren hier in een rol als bijvoorbeeld trainer. Heb jij in die gesprekken met Tadis voor je boek wel eens gemerkt of hij dat ook echt graag zou willen? Jazeker, uh, alleen moet ik er wel bij zeggen, um, uh, ja, bovenbouw ook wel, denk ik. Maurice Stijn is ook bewust in de bovenbouw begonnen, omdat hij wist dat hij als trainer echt wilde, uh, ambities had als trainer en snel stappen wilde maken en snel met betere spelers wilde werken. Douzantaric is ook zo'n type. Als hij het trainingsvak ingaat en hij wil sowieso iets voor het voetbal gaan terugdoen, of het nou in Servië is of in Amsterdam. Nou, uiteindelijk kwam dat persbericht van Ajax uit 2019, waarin dan werd gezegd: na zijn carrière, uh, die toen zou stoppen, trouwens op 30 juni 2023, zou hij dan drie jaar lang minimaal het trainingsvak bij Ajax gaan doen. Dus tot 2026. Toen kwam er een jaar later, en dit is even saai maar wel een leuk detail. Een jaar later een tweede persbericht over een contractverlenging van een jaar van 2023 naar 2024. Mm. Uh, de exacte reden daarvan weet ik niet, maar dat zou ook zomaar financieel geweest kunnen zijn. Mm. Um, maar daarin stond in dat tweede persbericht stond niks meer over met die jeugdwerken. Ik ga ervan uit, uh, en dat hebben mensen ook wel gezegd, dat het nog steeds de bedoeling is dat hij dat gaat doen bij Ajax. Um, maar heel formeel staat dat nergens. En ik heb het idee nu, als, um, als hij inderdaad niet via de voordeur weg gaat, dan is die deur ook. Andersom weer dicht om terug te keren. Ja, zeker. Daarom ja. denk ik dat het des te belangrijker is dat hij gewoon op een chique manier dan vertrekt. En dat hij ook gewoon uh, uiteindelijk een mooi afscheid krijgt. Want uh, laten ja. we ook niet vergeten wat hij allemaal voor de club betekent heeft. Als je he? heel zuur wil zijn, kan je, kan je ook de, je de vraag stellen, moet je iemand als docent Tadic wel willen in je jeugdopleiding? Is hij nou het voorbeeld voor de jeugd? Ja. Eh, ik, eh, even, dat zijn niet ja. mijn woorden, hè, maar ik, ik kan me best voorstellen dat ook luisteraars zijn of mensen op straat die je spreekt. Ja, die uh, geen blad voor de mond nemen. En, en weet je, dat op tafel leggen van. Ja, maar is dit dan het voorbeeld voor de jeugd? Een jongen ik denk die dat bij... je die naam. Ik, 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 ik ben af en toe op de toekomst. Hè? Of het nou voor een fotoshoot is. of voor een interview voor ons magazine. Um, en de mensen die daar werken. En ik loop best wel lang bij deze club af, vanaf 2002. Um, heel veel mensen hebben geen bekende voetbalnaam. En ik denk als ik een, een, een voetbal, talentvol voetballetje ben. Ik ben op de toekomst. Dan vind ik het fijn. Om ook een paar rolmodellen te hebben waar je tegenop kan kijken, die ook nog eens met jou aan de slag gaan stimuleert. Zo, ja, ja. Okay. En uh, niks ten nadele van de mensen die er nu zitten, want er zitten ook oud voetballers bij. En, uh, Simon Taamate, die bij wijze van spreken de opa kan zijn van heel veel jeugdtalentjes al. Die is nog zo fit als een hoentje, die, die is fantastisch met die kinderen. Maar er zijn denk ik nooit genoeg van dat soort mensen met kwaliteit en een bekende naam en waar je tegenop kijkt, die je in je opleiding kan hebben. Nog los van de kwaliteiten en de specifieke karaktereigenschappen. Die dus ze daar iets over kan brengen. Ja, jouw de... boek heet toch niet voor niks? Daar iets ultieme prof. Dat zegt toch ook wat over ja. Zijn, uh, zijn. Ja, zeker. Maar wat Roy zegt, zeggen. dat heeft ook wel nadelen. Want een, een ultieme prof is ook veelzijdig en egoïstisch. En denkt ook aan hoe kan ik het beste voor mezelf eruit halen. om aan het einde, als ik mijn schoen aan de wiel ga, een fantastisch cv uh, te bekijken. Prijzen ja. pakken. Daarvoor hey, kwam die ook naar Ajax. Hè? Het en zou uh, wat dat betreft hartstikke mooi zijn als we. Later vandaag waarschijnlijk horen dat inderdaad Tadis door de voordeur naar buiten is en dat het met hele respectvolle manier en dat hij een mooi interview nog geeft. Waar, waar ook wat uitleg in zit. Van beide kanten. Misschien dat even aan het woord, Thadisch aan het woord. Dat zou uh, ja, nu het beste scenario uh, zijn. Vanochtend moesten we daar nog niet aan denken, want uh, toen leek dit allemaal een beetje uit de lucht gegrepen. Maar ja. Uh, Ingehaald door de realiteit. Ingehaald door de realiteit. En uh, dan ja, is eerst, uh, dat is zo grappig hoe dat dan werkt in, uh, in meningenland. Als je het, het op social, uh, socials een beetje volgt. Eerst gaat alle vuile was naar buiten en dan uh, moet iedereen het uh, weer ontgelden. En later komt er wat nuance. Datzelfde hebben we natuurlijk gemerkt toen we dit podcast opnamen over uh, de aanstelling van Maurice Stijn. Hoe dat in eerste instantie bij mensen binnenkomt. En hoe dat binnenkomt na een paar dagen uh, ja, proberen nuances te vinden, een persconferentie af te wachten, iemand zo voor het eerst uh, aan het woord te horen. Waarbij je dan denkt, nou nou ja, goede woorden, er komt goed over en uh, laat het maar zien dan. Nee, ja, maar dit is toch, eigenlijk moeten we ook het geduld hebben om te wachten. Ja, de wereld zit niet meer zo in elkaar. Maar wij, door, wij laten nu met ja. deze podcast ook zien dat we ja. dat niet kunnen opbrengen. En dat is ook gelukkig <laughs> ja. ook maar, want het gaat om Ajax. Je wil, je wil praten, je hebt de behoefte om erover te praten en... Uh, het, het is wel een, uh, wat, waar we, zoals we begonnen, het einde van een bijzondere periode. Uh, van een bijzondere speler. Gewoon. Ben je ook al aan het broeden op extra hoofdstukken voor je boek? Ik heb de uitgever vandaag een appje gestuurd dat ik pas na mijn vakantie uh, extra hoofdstukken kan schrijven. Maar, um, maar dat zat wel serieus in de planning, dus? Of? Nou ja, Was het meer als schijntje bedoeld? Uh, uh, ik, had, ik had nu meer het idee dat als hij zou stoppen, definitief, wat volgens mij nog steeds de beste keuze is, en dan gewoon nu meteen de jeugdopleiding uh, in. Maar is hij niet nog veel te goed om echt al definitief een ja. punt achter zijn carrière te zetten? wel, maar je moet wel. Ja, natuurlijk ja, is hij fit. Maar oké, okay, dan ga je. Nou goed, we weten niet waar hij gaat spelen. Maar het moeilijke bij dit soort dingen is. voetbal is zijn leven. Stel dat hij nog een jaar doorgaat, dan komt het jaar daarna weer die vraag. Hij heeft in het boek gezegd. als ik mezelf of anderen niet meer kan motiveren. of als ik het er niet meer uit kan halen. dan is het tijd om te stoppen. Nou, doe zo'n taardiet. Zolang hij fit blijft. vindt altijd wel iets om zichzelf te motiveren. maar... Uiteindelijk kan het ook zomaar zo zijn dat jouw omgeving moet zeggen: van joh. Ja, en dan hij wil je Hij gaat niet afbouwen bij een andere persoonlijkheid. Uh, Tadic daarvoor open. Ja, dat, dat is dus de vraag. Want dit, ook dit, weet je al, dat zou best eens kunnen. Dat gaat alleen zijn in je trots dan. Precies. Uh, ja. Bij het eerste gesprek misschien een kennismaking heeft gehad met Stijn. Die uh, wellicht heeft gezegd: joh, je komt wat meer op de bank. Uh, of mee, Ja, ik weet niet, in dat soort woorden zal het niet uh, geweest zijn. Maar dat hij daar een slecht gevoel bij uh, aan heeft overgehouden. Ja, het, is, het is gewoon afwachten wat de nuance ah, is. En dat natuurlijk, een wij, staan hier, uh, wij staan hier vrij heigerig een podcast op te nemen. Want oh er is nieuws en we moeten uh, iets online. Nou goed, wij hebben het er uh, twee uur geleden nog over gehad. Van, ja, als er, uh, laten we eens wachten dat het nieuws naar buiten komt. Nou, dat, dat laat dan even op zich wachten. En ik denk dat wij er inderdaad goed aan doen om toch even de boel aan te slingeren, zoals jij het al aankondigde, Jordi. Ja, maar... ja maar we hebben het net dan over van... zou het dan niet het beste zijn wat jij zegt... als je dan nu, nu stopt, als je dat misschien... Maar dat, dat kan toch totaal niet aan de orde zijn? Want dan had je toch nee, niet helemaal niet Nee, aan de orde. Meer mijn dan, ja, ja, precies, want anders had hij mening. gewoon kunnen zeggen... nou, ik zet een punt achter mijn carrière... maar ik ga wel meteen bij Ajax verder in een andere rol bewijzen van spreken. Ja, als je wel de duurst betaalde trainer ja. van Ajax. <laughs> maar nee, daar, zonder dolle. Uh, dat is mijn persoonlijke gevoel, weet je. Ja. Als jij op het hoogste niveau wil acteren, dan... Uh, is het ook goed om een punt te zetten op een, op een goed moment. En als je kijkt hoe hij bij Ajax heeft gespeeld, is het eigenlijk elk jaar minder geworden. Het ja. eerste jaar was het beste jaar. Misschien jaar is dat ook wel goed. wat ja, aan. Dat hem doe je knaagd. wel een beetje mee tekort, vind ik. Nee, Omdat het, ja, Hij was goed. Ja. Maar prijzen winnen en succesvol zijn nee, als team. Ja, hij was zelf, zelf was elk jaar met statistieken. Dus dat, dat is ook waarom Stijn hem Heus nog wel zag zitten. Ja. Want je kan niet om hem heen. Op basis van afgelopen jaar. Maar het is ook niet zo als hij nu weggaat dat je die uh, statistieken van vorig jaar niet uit mijn hoofd. Die ga je niet helemaal kwijtraken, want uh, Pietje of Joopie die hem gaat vervangen, gaat daar ook weer een deel van pakken. Dat is ook weer iemand anders die die penalties gaat nemen, weet je wel. Dus je verliest misschien uh, verliest je wel iets aan statistieken. Maar het kan ook zo zijn dat anderen op gaan staan, waar we het in het begin ook over hadden. Ja, het kan zo zijn. Daar moet je ook grondig op hopen, trouwens. Het is vooral de persoonlijkheid die je, denk ik, heel erg gaat missen: het zijn van een absolute aanvoerder in alles. Ja, daar is ja. hij natuurlijk heel erg in geprezen. Zowel door uh, Berghuis onlangs nog in een interview bij ons, of in de podcast bij ons, uh, maar ook andere interviews die je leest van ex-Alex, die er nu allemaal uitgewaaid zijn. Hoe zeer ze allemaal wel onder de indruk waren van. Uh, Tadic, dat hij echt in alles het voortouw uh, nam. Uh, Mika Gods, werd net al genoemd als misschien wel zijn gedoodverfde opvolger. Die bij zijn eerste uh, dag bij Ajax even in de sportschool kwam te zitten naast Tadic. En die zei, ja, als je ook zo fit wil worden, dan moet je hier elke avond trainen hier met mij mee. Totdat je, nou ja. Dat ja, heeft hij je... met Donny van der Beek en Matthijs de Ligt ook allemaal gedaan. Hè? Ja, precies. En dat, uh, dat is denk ik misschien wel het, uh, het meest wat je gaat missen. Want als je nu kijkt naar de huidige selectie wat overblijft na Tadic, dan zit die persoonlijkheid er niet. Ja. Even met alle respect voor de mensen met over wie we het hebben, maar in een klaas, in een berghuis, in een teler, in een Bergwijn zie, zie je dat niet terug. Kan je die jongens niet kwalijk nemen overigens, hè? Maar, ja. Eens. En maar kijk, dat daar is... dus ook op gaan uh, aankopen? Wel op karakter. Dat, maar dat zei je, ja, dat zei een beetje niet beetje we beetje een het hele beetje verhaal van een beetje van van een een manier zo heel lang geleden eigenlijk. Ja, maar bij het aantrekken van van de bomen zei hij dat natuurlijk wel. Van ik kijk uh, naar data, ik kijk, we kijken videoanalyses, we scouten nog, maar uh, de gesprekken met de speler en het karakter wat daaruit voortkomt, is ook een belangrijke pijler in. Uh, ja, van de bomen zal of... nog moeite genoeg hebben om eerst uh, een basisplaats te veroveren. Denk ja. ik zomaar. Maar misschien ben ik iets cynisch. Maar het uh, geldt ook voor gods. Misschien Oh, Ik bedoel natuurlijk ook niet mee te zeggen dat van de bomen ineens in de basis staat. Nee, zo, dat, maar, weet maar... dat weet ik weet in wel. Ik weet in welk perspectief je het, uh, het bedoelt. Kijk, uh, ja. Wil je het één op één invullen met de persoonlijkheid van Tadic... dat wordt een hele moeilijke zoektocht. Ja. Als je dan uitkomt bij een bepaald profiel speler... dan is waarschijnlijk Ajax niet de club waar zo'n spelersambitie uh, ligt. Nee. Zo eerlijk moeten we gewoon wel zijn. Um, dus het wordt op een andere manier ingevuld. Ja. Uh, we, er was ook een, uh, een bestaan van Ajax voor Dusan Tadic. Tuurlijk. Ja. Uh, met, met minder persoonlijkheden die, uh, uh, in het team uh, dan iemand als Dusan. Het is mag gewoon ik doosan, weer Mag het ik dus zeggen, trouwens? Dus, 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 ja, hè? Dus ja, ja, sorry. Nee, ja. euh, en het is ook het einde van de periode, zoals we dat zo vaak hebben gezien. Of het nou een negatieve periode was zonder titels, tot en met uh, de gouden lichting 1890. Nou, ja, ergens denk euh, ik ook van als het inderdaad toch een nieuwe uh, situatie is, en we zijn met een nieuwe trainer, een nieuwe technisch directeur, en het team weer vanaf onderaan aan het opbouwen, dan kan je ook maar beter. Toch? Of is dat, uh, nou, ja, dat ja, dingen ah, goed ah, willen praten? Dat zeggen we achteraf als het goed uitpakken. Ja, ja, het als was het goed, het goed dat Doesel wegging, want toen stond die, die en die stonden op en die stond op. Maar wie zijn nu de leiders, jongens? Ja, op dit moment. Wie dan, zijn de leiders in de club? Daar wil ik het zo oh, eigenlijk wel heel ja. even met jullie over hebben. Maar ja? voordat we het daar dan echt over gaan over hebben, wil ik het stukje Taric wel ook even positief afsluiten met wat hij allemaal voor de club betekend Want als je kijkt naar zijn statistieken. 241 duels, 105 goals, 112 assists. Uh, ik ga zijn prestatie in Bernabeu ook nooit meer vergeten. Ik denk dat dat voor uh, meerdere van ons geldt. En daarom even één geluidsfragmentje om toch ook dat, dat mooie gevoel van Tadic even vast te houden. Hier is Langs Ja, Dit was zeer te tijdens die uh, 1-4 in Bernabeo De, de 0-3 was dit uh, voor mij een onvergetelijk moment. Uh, ik ben eigenlijk van die lichting die, die 1995 net niet helemaal meer bewust heb meegemaakt. Roek nog groter. En, ja, en dan was dit wel, dan was dit seizoen wel echt. Uh, dat sprong er echt uit in die Bernebeo-wedstrijd, denk ik dat ik dat. Uh, tot, uh, totdat ik de ment ga onthouden. Uh, de nacht van Madrid. Uh, Tadic heeft ons ja. ongelooflijk veel gebracht. Ja. In, in ja. nogmaals zijn persoonlijkheid. In het zijn van zijn aanvoederschap. De, de zijn statistieken. De wedstrijden die hij heeft gespeeld. Hoe die iedereen mee op sleeptouw heeft genomen. En we zijn hem enorm veel dank verschuldigd. Toch, gek genoeg, heb ik altijd iets. Ja, een echte Ajax ziet. Weet ik niet. En dat heeft niks te maken met het bericht van vandaag. Waar zit die twijfel in dan? Ja, ik weet het niet. Het, het, het is, ik, ik vind het iets te volksmennerig. Ik, ik, had juist ik, Tadit, is, ja. ik, ik heb uh, ik, net even iets meer met uh, de echte sympathieke gasten, en Patterson. Kan je Fico? Voel je dat een echte? Nee, echte? nee, nee ook niet echt per nee. se. Nee, en, en, uh, nee ja, maar dat, dat lijkt het mij net als, alsof die gasten nu tekort wil doen. Nee, nee, nee maar ik vraag wel wat, 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 wat maakt iemand dan in jouw beleving een echte uitziet? Ja, ik weet niet. Een Ajax-hoofd of zo. Ik weet het <laughs> niet. dit is moeilijk ah. te omschrijven gewoon. Je, ja. je hebt een bepaald gevoel er met een speler. Ja, niet van der Beek wel hij ajax de ja, een Ajax-opleiding. Ja, Huntelaar vind ik ook een echte ajax ik, ja. ik, ik, ik weet niet. Op een of andere manier de juiste... Uh, soort gif, maar dat is voor iedereen persoonlijk. Ja, hè? dat is waar ik zeg: dat is, echt, dat is echt een persoonlijk invloed. dingetje. Ja. En het uh, Stekelenburg vond ik ook echt een op het top. ziet. gaat het te weinig over man? Die ja. gastman die heeft een grotere staat van dienst dan uh, nou ja, wie dan ook. Zo'n zo beetje. Maar Alleen die maakt de goals niet. Uh, en Thijs heeft het wel gedaan en heeft hij nogmaals fantastisch gedaan. Daarom begon ik er ook bewust over. Dat we hem veel dank verschuldigd zijn. dat hij een ongelofelijke staatsverdienst heeft bij Ajax. En ik niks anders zou willen dat het vertrek inderdaad door de voordeur is. En die volgend jaar weer hier op de toekomst rondloopt. Maar inderdaad, een gevoel van, nou ja, is hij dan, komt hij dan in het, in het rijtje Liedmanen? Nou, ja, Een plaats plaatsen hem in de Ajax-historie? Dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Nou ja, voor mij wel, als als je het dan over buitenlandse ICC hebt, dus die niet uh, uit je eigen jeugdopleiding zijn doorgestroomd, dan was dit wel een van de weinige spelers waarbij ik in ieder geval het gevoel had dat zijn liefde voor de club wel gemeend was. Oh ja, collega, dat vind ik trouwens ook. Ja. Collega Floris Roos had een mooie blog vandaag, vond ik. Uh, ik vat het misschien niet letterlijk goed samen, maar het kwam erop neer dat uh, voor zijn generatie, en wij zijn van dezelfde, hetzelfde geboortejaar, 78. Dus. Uh, 95 wel bewust meegemaakt. Liebmanen liep de man, in the man. En voor onze jongste collega Lindy is dat gevoel vergelijkbaar dat met daar iets? Nou, ja, maar dat, dat en, en, begrijp ik heel goed. Ik, ik snap dat wel een beetje en ik, ik voel meer bijvoorbeeld bij hem dan bij Salaat en of iets die we voor ons ja. gespeeld hebben. Of Zeker. Weet je? Uh, de keren, kijk jouw boek uh, toen uh, uh, ik me, uh, kan ik me nog goed herinneren ma maakten we een podcast met. Uh, leden van de sportsvereniging ja, in zijn het, Skybox ja, mooi. Ik mocht daarnaast staan. Uh, je ziet de oprechtheid in Tadic. Weet ja. je wel? Ik, ik noem het net een beetje het volksmennerige. Uh, dat klinkt heel negatief. Maar toch betrapte ik er, uh, mezelf er ook op. Hoezeer ik onder de indruk was met hoe hij antwoord gaf. En dat daar pure, uh, gewoon puurheid in zat. Oprechtheid in zat terwijl nou, naar buiten toe vond ik het altijd soms wat aangedikt. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja een beetje. Een beetje. Okay. Maar als <laughs> en, we dan ja. even terugkomen op het onderwerp waar jullie het net hadden voor het uh, audiofragmentje over hadden. Als daar iets nu dus vertrekt, dan ja. zal er iemand anders op die positie uh, moeten gaan spelen. Dat Bergwijn is misschien de meest voor de hand liggende optie, maar je hebt ook een, een uh, gods die eraan uh, zit te komen. Uh, Dairami is uh, terug. Uh, wie? Uh, ja, wie. Ja, ja inderdaad, wie. Daaraan, uh, dus maar, maar hoe kijken jullie daarnaar? Uh, hebben we daar een aankoop van nodig of moeten we gewoon Nee, intern gaan kijken. volgens mij hebben we een paar uh, afleveringen geleden al gezegd dat de linksbuitenpositie het verreweg het meest bezet is uh, bij Ajax. Ja. Volgens mij kwamen we toen op zeven opties. Het meest bezet misschien? Ja. 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 Best, weet ik niet. Nee, ja. Het, het, ja, het met ja. de meeste... Uh, ja, ja. ja goede ja, ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. Uh, Univar uh, telde ik toen nog mee. Nou, die is inmiddels ja. uh, natuurlijk richting uh, Twente. Uh, Tadic is richting uitgang. Maar je hebt van Axel Dongen nog. Ja. Uh, die vergeten we te noemen. Dat schijnt nog steeds uh, een van de grootste talenten te zijn. Als die jongens om te fit is, dan kan die het hardst verlopen van iedereen. Nou ja, gods. Net verlengd hebben we volgens mij allemaal wel redelijk... Nou, Vertrouwen in op basis van wat hij vorig jaar in. Ja, wat mogen we van hem verwachten? Want we hebben zijn naam ook acht keer genoemd. Maar wij vinden allemaal dat we die jongen niet te veel druk op moeten leggen, denk ik. Het traject. Of mag het al wel nu? In het traject van God zou het het beste zijn als hij dit jaar standaard bij de selectie zit. Maar vanuit de bank af en toe zijn minuten mag maken. En dat er steeds meer worden in een bekerwedstrijd. Ik in 90 minuten pakken. En dat hij vanaf na de winter Misschien de grote man is op linksbuiten. Je kan niet van hem nu verwachten dat hij nu basis staat. Zou wel goed zijn voor Bergwijn Als hij een goede concurrent heeft. Ja. Het leuke ja. bij Gods vind ik wel dat je, of ik in ieder geval altijd een beetje het gevoel heb dat er wat gaat gebeuren als hij aan de bal komt. Ja, weet je maar ook, maar ook hij gaat. Het, zou, het verwachtingspatroon het van hem is weer hoger dan vorig jaar. Toen ja. kende niemand hem. Het repeterende verhaal bij van Ajax talenten die doorstromen naar het eerste. Weet je, de eerste tien wedstrijden kan je Frank en Vrij voetballen en vindt iedereen het allemaal leuk. En vanaf daarna wordt er meer van je gevraagd, zowel van het publiek als vanuit de trainer. Dan word je onzeker, ga je balletjes terugspelen in plaats van je man opzoeken. En dan, lijkt, dan komen die spelers vaak in een wak uh, terecht. Um, en daar moet je weer uit zien te klimmen. En uh, dat gaat, weet, weet je, dat wak waar Taylor bijvoorbeeld afgelopen jaar een beetje in zat. Ja, nou, ja. Uh, laten we hopen dat, uh, dat die jongens daar snel uitklimmen en weer uh, belangrijk kunnen zijn. Ja, en, en die versterkingen, jongens, ook. Het verhaal van Sven Michiel, is ook niet makkelijk hoor. Niet om een wit voetje nu bij de beleidsbepalers te halen, maar je gaat geen Champions League spelen. Nee. Uh, je, je gaat naar beneden in je salaris. Uh, in aanzien. In aanzien. Wie gaat er nu van naam, meteen vroeg in het seizoen, in de trends van Windows zeggen: ja, top, ik kom. Ja, eigenlijk doet Michiel dat beleidsmatig het, het verstandige. Ja. Uh, voor jongens die nog een beetje onder de radar uh, zijn, die niet te veel kosten. Die, uh, die hongerig zijn om bij een uh, grote club qua naam in elk geval uh, uh, over te presteren. Er is het woord, weer. Ja, 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 ja. <laughs> uh, moet, misschien moeten we daar ook even een, een dubbeltje voor in een potje doen, ja. keer als we die uh, term gebruiken. Maar uh, Ja, dus dat, 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 dat is uh, heel moeilijk, denk ik, die opdracht. Zijn we dan ook uh, gewoon uh, te ongeduldig? Dat ja, 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 ja. We maar verwachten ja, veel meer dan dat, er, uh, dan dat er kan. Maar we ja. verwachten wel terecht meer dan vorig jaar, want dat was natuurlijk best een rommeltje allemaal. En uh, uiteindelijk zijn supporters denk ik altijd ongeduld. Ja, maar je ik hoort hoort ook support, een beetje bij het supporten. Als zijn. zelfs de ja. hoofdtrainer ook gewoon snel duidelijkheid wil. Want je wilt toch gewoon beginnen ook? Wij maar maar mogen het dat roepen. Net, zo, ze kunnen toch gewoon ja. Ziyech terughalen. Ze kunnen toch gewoon Donny van der Beek terughalen. Al die jongens gewoon van toen gewoon terughalen. Ja, dat, is, dat ja. zou je het liefst inderdaad bevestigd willen zien. Maar zo reëel uh, is dat niet. Ja, Donny ja, van der de Beek hoor je ook steeds vaker. Maar Sjaak ja. Zwart die, die doet volgens mij nog steeds zijn zaken. Oh ja, ik tik met mijn telefoon ja. op de tafel uit routine. Maar dat mag niet heel goed, Roy. Goed dat je me corrigeert. Um, maar die komt ook weer af en toe voorbij dan. Weet je, denk ik van. Ik zie het niet gebeuren. Jullie wel, Donny van der Beek terug? Of wordt het dan weer zo'n sentiment-dingetje? Sentiment, dat... Ja, qua sentiment zou ik het We uh, hebben wat meer Ajax nodig. Een maar weet maar Je hebt toch niet het ademen en een centraal dan duo is het nodig en een boomlange spits die beter is dan Broby. Broby overtuigt ook nog niet als spits. Ik ga even de, heel snel door het elftal hoor. Maar nee, ja, ja. Ja. Hoe zien jullie dat? Nee, daar, is, daar, daar ligt geloof ik de nadruk. Minst, daar zou de nadruk op moeten liggen. Ja. Dat wat nu gehaald, is dus is allemaal middenveld. En daar hadden we er al best wel veel van. Bij gevoel blijf ik heel erg het gevoel houden van... hij heeft de potentie en tegelijkertijd uh, wil het er maar niet helemaal uitkomen. Voor als je, hij, hij laat ik te vaak grote kansen liggen. Ja, hij kan niet koppen trouwens ook. Dat ook niet, nee. Maar hij is ook nog een jonge jongen. Ja, ja, nee. en, uh, ja dat kan je uh, over iedereen natuurlijk ja, zeggen. Vind maar. je Broby nog steeds... Uh, ja. Maar de jonge Bobby. jongen is syn synoniem voor talent nog? Of talent afwel toch, nu? Ja, ja, doordat hij al best wel veel wedstrijden op zijn naam heeft staan. Maar puur op basis van zijn leeftijd zijn er leeftijdsgenoten die nog moeten debuteren in het profvoetbal. Okay. En hij heeft er al wat jaren op zitten, waardoor het lijkt alsof hij al gearriveerde, een, een gearriveerde speler is. Maar laten we even... Uh... Maar vind je hem beter worden? Oh, ik hoop heel erg dat hij beter... Ja, de, precies een beetje wat Jordi zegt. Hij is je ziet de potentie in, in hem, want hij is redelijk ja. snel. Hij, is, hij heeft een bouw van heb ik jou daar... Ja. Uh, hij heeft een uh, vernietigend schot volgens mij. En uh, ik denk dat de ja. dat, dat verdediger een hele lastige middag Kijk, heeft. Ik tegen wilde Broby net zou... zeggen, ik denk inderdaad dat je als verdediger het helemaal niet fijn vindt om tegen Brobbie te spelen met zijn lichaamsbouw. Ja. Alleen ja. hij moet er iets mee uithalen als hij uiteindelijk voor het doel, doel komt. Ja. Ja. En uh, wat ook gaat stoppen dan is natuurlijk uh, de Tadic-variant in de spits. Ja, ja. Dan, ja, dan moeten we afscheid van gaan nemen, jongens. Nou, als als die term blijft nog wel even in leven, denk ik. Ja. Wie wordt de nieuwe Tadic on fire? Gaan we ook missen nu bij de warming-up? Ik vond dat leuk. Maar ik kreeg er wel steeds meer moeite mee. Hadden ja, maar, jullie niet? Ja, joh. Maar ja? Ik, 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 ik net werd er al even de, de vergelijking met, uh, met Liedmanen gemaakt. Die deed ook nog wel eens een paar ballen, voor het goede gevoel. Ja. Maar die schoot ze, in mijn beleving, hè. ik was toen wat jonger in het <laughs> pubertje, en die schoot ze allemaal vol op de vreef, onderkant lat, la, bewijs, in, of in de kruising ja, 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 ja. erin. En die schuivertjes van Tadi's vond ik echt heel aandoenlijk. Ja. Ja. Maar het werd geforceerd of zo. Ja. Te veel ja. een toneelstukje. Maar ik weet wel waarom hij het deed en, en het werkt voor hem zelf. Ja, dus het is prima verder. Dus daarom vond ik het ook wel weer mooi, want ook hij weet natuurlijk dat iedereen op een gegeven moment denkt van, wat is, gaat hij nou, het nou weer doen? Ja. Nou, en weet, toch blijf je het doen. Vooral bij PSV op... uit afgelopen seizoen. Zat ik op de tribune, toen deed hij het ook, maar toen was het veld net gesproeid oh, ja, en oh, ja, hij ja, moet ja, voor ja. dat lege doel schieten en hij glijdt uit en die bal die gaat gewoon ja, de ja, tribune in, ja. in de Kuip kreeg hij de sproeier toch bewust op zich ook. Oh ja? Oh, ja, daar ja, heb ik niet meegekregen. Ik weet niet meer of het een was of de competitie. Ja, oh, dat ja, was hij nat. De, ja. Hij ja. Kon maar er wel top, Weet je, en dat liedje werd dan even gespeeld. En het is goed voor hem het goede gevoel. En dat, dat was allemaal prima. Dus maar het werd, het werd een beetje. Ja, ik, nou, ja, een ik zou, zou zeggen, jij... wil je dan uh, voor het goede gevoel naar binnen? Zet dan een keeper op goal en, en ram ze echt strak vanaf de 16 uh, ja. met je vreven uh, richting goal. Ja. Dan kan je kijken of je gevoel goed is. En deze rolletjes, nou goed, maakt niet uit. Uh, nee, ik was en... even benieuwd naar het gevoel wat jullie erbij hadden. <laughs> ja. um, het publiek de echt... ging er wel redelijk op, toch? Nog steeds. Ja, dat ja, maar het liedje maar... Werd, werd het ondersteund. Ja, als het, dat is waar, weet je, dat je als dat de DJ waar. dan niet uh, Freed from Desire erachter, dan, 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 dan weet en ik niet of top, het in de topwedstrijden klonk het harder dan ja, bij de precies. RKC thuiswedstrijden. Ik ga hem nog heel even doorschakelen van Tadic naar nou, de selectie. Jullie, of jij, Sander, gaf net al terecht aan van. Uh, ja, verwachten we niet te veel? Want uh, er zal dus eerst verkocht moeten worden. Maar hebben we kwalitatief dusdanig goede spelers. dat er grote clubs meteen aankloppen? We dachten in ieder geval vorige week tijdens de podcast. Nou, jullie Timber naar Arsenal, dan kunnen we nu gaan investeren. Maar, uh, volgens mij heeft hij de overkant van het kanaal nog steeds niet bereikt. Hè? Lastig hè? Ja, ja. Hij, Dat komt rond of dat is rond. En dat weet maar ik waarom veel. duurt het zo lang? Ja, dat ja, weet ik niet. Maar maakt het uit? Ja. Want we ja. weten dat die weg is. Nou kunnen we nog steeds niet investeren. We, 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 we nou, kunnen we niet doorpakken. Jawel. Of en, zou de theorie dat geld zijn... geld is binnen. Uh, en dat, dat, of mensen... Er wordt waarschijnlijk... Uh, weet je, wordt er in termijnen betaald. Of in één keer zijn er bankgaranties. Dat soort gelul. Ja. Daar, ik, ik heb heel erg het gevoel dat het daar nu... Uh, daarom nu nog niet bevestigd is. Maar is het ook niet het verhaal van Arsenal? Weet nu we hebben hem en uh, oké, okay, geen haast. En hier zit wel. Kom op met dat geld, want we ja, moeten door. Maar wij zoeken toch ook gewoon hou vast, Sander. We willen toch gewoon weten het is rond en we nu weten, gaan We weten het is rond. We willen gewoon het geld. We, we, en wanneer het rondkomt, of het nou vandaag is of volgende week, dat maakt eigenlijk geen zak we uit. We willen geld hebben gewoon. Ja, maar wel, maar dat wel die... voor mijn supporters, hardtrooien. Ik kan niet meer wachten. Wordt ongeduldig. Ja, je, wil, je, je zit te wachten op een vertrek van een speler... Die, nee. waarvan je eigenlijk niet wil dat hij weggaat. Nee, maar die dat, gaat. dat we dan door kunnen pakken. Ja, dat nee, kunnen maar, we wel. Nee, we niet dat gaat pas uh, die, die portemonnee trekken. Als dit geld binnen is, toch? Dat is toch het verhaal? Dat is wel wat ik steeds Dat is ik overal maar. lees. Dus, uh, ja, ja dat, dan moet het snel gaan gebeuren. Ja, maar de, dan, ik bedoel, dat lijkt mij een hele verstandige man. Die heeft zijn schaduwlijstje al klaar. Daar worden alvast wat contacten gelegd, links en rechts met spelers en zaakwaarnemers. Want dat geld van Timber gaat heus wel komen. Oh, jongens, Bo er komt voor mij net een tweetje van Arsenal dat uh, Timber rond is. Nou, kijk ha. maar. Meen ik, uh, tenminste ik even zie te dat, uh, dat de collega dat uh, nu hebt. Ja, dus moeten ga... we nu de tijd vol praten totdat <laughs> ik jij de tweet hebt gevonden? Eigenlijk wel ja, eigenlijk ja. wel ja. Dus, uh, Wie roept Floris even naar binnen ja. om te bevestigen uh, of dit klopt? Ik zie, ik hem, zie hem nog niet op, op, op Twitter op. van Arsenal, maar ja. collega Floris die appte van de Timber lijkt nu officieel te worden. Nou, dus in dat geval al. dan uh, ja. Of maar moeten dan, we nou weer een aparte we... podcast over Timber opnemen? Ja, volgende week. Nee, maar... Ja, de transfermarkt, we hebben het er nu al aardig volgens mij over gehad. Het is ook maar net hoe je met welk referentiekader je ernaar kijkt. Want terecht zeg jij, de transfermarkt is pas net open sinds 1 juli. Ja, is, uh, sorry hoor, het is officieel. It's ja, time officieel. to be real. Ja, fotootje, Timber. Ja, kijk, kijk, kijk. Welkom, Timber. We hebben een uh, ja. ja, transfer top. scoop, ja. Ja hoor. Nou, leuk, kom maar met dat geld, jongens. Ja, dan uh, kun je. En succes door. in Engeland op de bank. Maar uh, wat oh, ik net. Oh, ja, Gun wat je Timber niet het beste? Is het niet hij een, gaat te vroeg? Een, hij gaat te vroeg. Ja. ik zwart zei, hij gaat te vroeg. Ik ben het volledig met hem eens. Ja, maar dat, en dat uh, gelul uh, dat hij dan uh, niet meer naast Martinez stond en daardoor uh, zwak was. Uh, als je goed bent, ben je goed. Ik vond hem niet goed. De ik denk ook dat een jaartje. Hier ik vind het nog een fantastisch bedrag. Dan, ja. En ik gun hem het allerbeste. Daar. Als dat bedrag klopt, 42 hm. miljoen of zo, uh, ergens in die uh, nou ja, richting. Ja, meer, Prima geld. Echt waar, ja. Lijkt mij ook. Ik vind het altijd wel typisch, weet je, dat die spelers van Ajax. Die dan een zogenaamd slecht seizoen hebben gedraaid, 42 miljoen opleveren. En een Gertruida, die kampioen wordt met een andere club. Uh, wat uh, gerekend wordt door een veel groter talent dan Timberg. Die uh, mag blij zijn als Leipzig komt voor uh, 16 miljoen, geloof ik. Ja, ik, ik, laat me ik. Ik laat me echt in deze transferwinnaar hopelijk positief verrassen bij Kudus en Alvarez. Als het daar ook allemaal doorgaat. Ja. Nou ja, ik zit dan. Zat net natuurlijk een beetje te grappen over dat ik kan niet meer wachten en zo. Maar het is uh, natuurlijk maar net met welke uh, referentiekade je kijkt. Want jij zijn net terecht, Roy, van de, we zijn pas net twee weken open met die markt sinds 1 juli. De andere kant is over vier weken begint de competitie. En dan willen ja, we dat vind ook. Dat een, snel, een, vind je dat snel of je wil dus maar net hoe je daarnaar kijkt? Nou ja, ja ik denk wel ik dat ik je uh, toch als team even tijd nodig hebt om op elkaar ingespeeld ja, te Ja, ja maar, ja, ja, maar de competitie uh, begint uh, altijd ja, dit moment. Uh, ja, sorry, ik. ik ja, ja, sorry, jij ook. Sorry, ik ook. Sorry. Ik hou van jou. Ik ook van jou. Ja, Ja, heeft ooit op Hoe leven we? De, 12 juli? Wat is het nu? 14 nee, juli? Maar de, de, nee, helemaal ja. eens. De selectie compleet gehad? Nog nooit. En dat geldt voor alle clubs. En ik helemaal ben, in Nederland. Ik ben een onze... nieuwe trainer uit de Haag en ik wil oh, ja. presteren. Weet ja, ja. je? Er komt druk vanaf het begin. Zou je mij. willen. In de ideale wereld is het nu helemaal bekend en uh, gooi je de poel op slot. Maar dat is bij, zeker voor een Nederlandse club helemaal niet reëel. Nee, je kan het ook niet veranderen. Je bent overgeleverd eraan, dat weet ik wel. Maar ik kan me vanuit de positie van Stijn voorstellen... dat je het gewoon uh, vanaf het begin goed wil doen. Je krijgt niet tien, weken, tien wedstrijden de kans om het even naar je hand te zetten. Hè? Even zo lullig nee. is het gewoon. Hè? Nee, maar die, die alle alle weken heb je nu al nodig daarvoor. Daar hadden we het net al over. Uh, de, de spelers van Ajax worden vaak als buitenkantjes gezien... in die laatste week van augustus... En dat geldt voor Ajax bij clubs die uh, zeg maar onder ons, uh, waar wij aan het scouten zijn, Scandinavië of de, de, de subtop in de Eredivisie. Uh, dat soort buitenkansen, daar zijn wij ook niet te beroerd in om die pas eind augustus aan te trekken. Want dan weet je pas hoe het ervoor staat, hoeveel, uh, hoeveel centjes je overhoudt. Je kan alles wel als een malle nu gaan investeren. Maar kun je, nou. je niet anders scouten met data en daarvan afstappen nu? Nou, daar moet je even mee en bezig en zijn, Tatty. Dat vraag ik me dus oprecht af. Kun je dat patroon, wat wij al jarenlang zo herkennen. De voedselketen, noem ik het maar even. Mm -hmm. Kun je dat doorbreken omdat je anders aan het scouten bent nu? Ja, ik ben geen scout. Weet nee, ik veel. ook niet. Maar nee. ik, hoop, ik hoop dat dat het dan. Misschien is de vraag, maar ik hoop dat het zo is. Ja. Het zo zeg. Dat je dus kunt verrassen met iemand waar ja. niemand echt mee bezig is. Lijkt me een goed idee, Michelin, dat ook een keer voor die podcast uit te nodigen. Hij is uh, communicatief heel sterk. Hij heeft bij ja. vrouw, bij Stuttgart uh, keer vier en een keer 4,5 uur lang uh, achter elkaar uh, Doorlopen praten. Als je dat één keer doet, kan je er altijd naar verwijzen. Daarna. Dus het is Zeker. ook in zijn belang. We zullen hem uitnodigen bij deze, ja, toch? Absoluut. Ja. Maar um, lopen we nou achter de feiten aan of moeten we meer geduld hebben, zie ik in het draaiboek staan hier. Ja, nou ja, dat was de vraag die ik net inderdaad al, uh, al vertelde. Ik denk uh, dat laatste, kijk, ik zat net een beetje te grappen van dat ik geen geduld meer heb. En dat uh, mijn hart dat kan ook niet wachten tot er wat positief nieuws komt. Zo eerlijk moet ik zijn. Want we krijgen nu alleen maar berichtjes van een Timber. die dus naar Arsenal vertrekt. Nu een Tadic die waarschijnlijk weggaat. Uh, dat, uh, dat de kans groot is dat Alvarez en Kudus vertrekken. Wat per, niet per definitie allemaal heel erg is. Maar je zit ook te wachten op wat meer houvast, wat transen. waardoor je zin krijgt in het nieuwe seizoen. Dus vanuit supportersperspectief zeg ik, ik kan gewoon niet wachten. Maar als we heel reëel naar de situatie kijken, denk ik dat we ook wat meer gaan وقد متعبة <المتحدث> <applause> Ik vind het een fantastisch antwoord. Ik heb er niks aan toe te voegen. Nou, kijk aan. In deze tijden van verandering, uh, waarin er dus binnen de Ajax-selectie heel veel verandert, houden wij ook vast aan een stukje houvast. En dat doen we in de vorm van de rubriek Wie een ben jij stukje. dan? Is ja, weer, precies hoor. een stukje houvast. Doen we met de rubriek Wie ben jij dan? Want daar vallen altijd mooie prijzen mee te winnen. Je hoort zo meteen een Ajax of een ex Ajax -seed. En als jij uh, kan raden wie dit is, dan maak je altijd kans op mooie prijzen. Wat kan je deze week dan winnen? Um, we hebben hier nog een mooie Ajax thuisshirt liggen. En dan denk je een mooi Ajax thuisshirt, Jazeker een mooie Ajax shirt. maar dat is dan ook niet het thuisshirt van dit seizoen. Dat is het uh, het uh, shirt van uh, twee seizoenen geleden met oude logo erop, het echte logo als je het mij vraagt. En we kunnen ons voorstellen dat je nu denkt, nou die wil ik wel hebben, want daar kan ik met trots mee naar de arena. En maar waarom nog liggen ergens of hoe zat dat? Ja, de, we hadden er hier nog eentje op. Hey, kantoor, oh, we uh, hebben spullen hier dat wil je niet weten. <laughs> ja, en dan geven we hey, ze ook graag we weg. We aan echt vertellen historie, heden. dus juist dat soort spullen blijven altijd wel even liggen, want uh, mooi. Ja, 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 je wil uh, ja. dat shirt volgens mij. Uh, uh, hebben als trouwe Ajax-volger. Overgeschreven, uh, hier wat hartjes voor de, de, de voorgedragen column, zullen we het zo even noemen, bij onze collega's van Pak Schaal podcast van, uh, van Arco over het Arco shirt. Uh, was een geschreven column. Die had hij eigenlijk in het magazine moeten maken, ja. vond ik achteraf. Nou, ja, misschien kan ik het toch nog even een de fax sturen. Hij was wel on-point. Absoluut. Ja. Die raakt precies uh, datgene wat wij vorige week al even bespraken over het shirt ook. Uh, maar dan in betere woorden, dat, dat kan hij als geen ander, denk ik. Maar uh, ja, ik denk dat we uh, vooral dat shirt wat we nu gaan weggeven met de wie ben jij dan? Ja. Dat dat het shirt is waar wij, uh, ja, die wij het meest koesteren. Waar we trots op zijn. En die kan je dus winnen als jij weet welke ajax Ajaxite dit is. Who are you? Even if they sold some very good players, there are always some new, new young guys who came up to, to step up and uh, play for them. Ja, Jemig. vrij vertaald wordt hij dus inderdaad gezegd dat als spelers vertrekken, dan staan er altijd wel weer anderen op uh, bij Ajax. En dat leek me een mooie ja, boodschap. Ik zou toch een tipje willen meegeven. Het is geen Nederlander. Nou, ik dacht zelf nee. een Afrikaanse speler. Ik ga helemaal niks zeggen. <laughs> ik, ik laat, het lekker, ik laat het lekker aan de luisteraars. Ja. Ja. En okay. uh, dan maak je dus kans op uh, dat thuisshirt. Hoe kan je dat winnen? Door het juiste antwoord in te zenden. Samen met je lidnummer en je postcode. En dat doe je dan naar redactie.svajax.nl. Kijken we even of er nog andere dingen op bij ons op de agenda stonden. Nou, onder meer uh, als we kijken de kaartverkopen voor de Eredivisie. Uh, thuis-duels van Ajax is deze week weer van start gegaan. Uh, leden van SV Ajax hebben de duels met onder meer Feyenoord en AZ al uitverkocht. En volgens mij gaat het ook bij de andere. Andere wedstrijden hard, dus wil je nog tickets en heb je ze nog niet? Dan zou ik uh, echt even tempo gaan maken, want ik denk dat het niet zo lang meer duurt voordat straks alle kaarten over de toonbank zijn. Misschien als je luistert, straks al wel. Uh, zijn er nog toevoegingen? Mannen, ik bedenk nog allemaal leuke dingen. Ik wilde eigenlijk afsluiten met een uh, zit je nou naar mijn zweetoksel te kijken. Of nee, nee. Oh, oké. Okay. met een met een uh, met een <laughs> met zou ik een, dat doen met een Servische uh, Hwala Dusan. Dank je wel, maar er kwam nog één dingetje. Maar het is ongebruikelijk op tijd, maar wie zou de nieuwe aanvoerder moeten worden? Nu? God, ja. En nou, wel... die vraag gaat ook al een beetje rond. Ja. Moeilijk? Ja, <laughs> dat is zeker een moeilijke vraag. Nee, ik zou het niet weten. Nee. Ik het, ik, wie is een zekerheidje in de basis? Van de spelers ja. die er nu. Uh, je, berghuis. Ik wou net zoals als je naar de spelers gaat die het een beetje het langst rondlopen en nog de meeste kans op een basisplaats hebben, denk ik Berghuis. jammer. Ja, maar als je dan kijkt naar de, uh, de laatste duels van het afgelopen seizoen, uh, heeft hij ook uh, vaker op de bank gezeten. Ook door blessures natuurlijk wel. Maar uh, ja. Oké, okay, ja. dat, dat voor de volgende podcast. Ja, ja hebben we ook voor dan de een editie. Editie. We gaan ja. inmiddels al uh, richt, bijna, na, richting de 55 minuten, zeg maar. Dus ik denk dat het een mooi moment is om er een eind aan te breiden. Volgende week uh, dan hopen we er gewoon weer te zijn. En ik wil jullie voor nu bedanken voor het luisteren. Dat was hem. Hoi, hoi.